Een hele fijne, misschien bijzondere, misschien gewone, goedemorgen. Ik voelde vanmorgen zoveel zin om al voor 7 uur de deur uit te gaan. Haartje bij mijn mond. Hier. En gewoon lekker te gaan wandelen. En kijk nou hier, ik neem je gewoon even mee. Ondertussen luister ik soms een muzieknummer. Ondertussen dans ik soms ook een stukje. Bij vlagen denkt ook bij mij heus nog wel eens mijn hoofd van wat hij daarvan vindt. Maar kijk. Een kwartiertje lopen en dan ben ik hier. Maar oh, kijk, het goud op mijn gezicht. Dit soort momenten van zelfzorg, van pure aandacht voor jezelf. Ook als dat soms betekent om wat eerder uit bed te gaan of gewoontes te doorbreken. Wellicht juist vooral dat. Maar ze zijn zo heilzaam en zo voedend. Echt enorm intens. Ah, voelbaar in het hele lijf. En je voelt dan ook meteen al van, dit kleurt nu mijn dag. Deze start. En tussendoor komt er van alles door mijn systeem. Soms verhalen, soms beelden, soms eerdere ervaringen, soms ontroering, soms verdriet. Dat is gewoon een allemaal energie wat voorbij komt. En ik loop hier en ik open mij echt. Het is echt dit, zo sta ik dan ook. Heel veel, heel graag. Oh ja, en je ziet het water al om me heen. Kan ik dat? Lukt dat? Ja, je hoort het wel, hè? Ja, je ziet mijn voet niet. Maar de voetjes staan in het water, hoor. Ik wil nog een poging doen. Maar... Ja. Gelukt. Die staat erop. Heerlijk. Echt. En dat zijn puur ideeën die wel... En soms, juist hoe drukker je bent, hoe zachter die ideeën vaak ook staan. Want het is logisch, want dan staat de volumeknop van bijvoorbeeld je hoofd of je gedachten wat luider. Maar toch, als er zo'n vonk voorbij komt van... Ga doen een wandelingetje of pak een... Zeg maar eens, pak een voetenbadje. Ga even douchen. Schrijven. Ga even in je eigen... Met je eigen verbinding maken. Van hé, wat leeft er eigenlijk op dit moment allemaal in mij? Wat vliegt er allemaal door me heen? Of wat is er? Wat leeft er? En daar gewoon zelf beschikbaar voor zijn. Voor whatever er maar in je leeft. Dat is, het is niet persoonlijk bedoeld, alles wat door ons heen gaat. Alleen het... De collectieve neiging is zo groot om het wel persoonlijk te nemen. En dan wordt het leven lijden, kan dan ook heel snel ook een gevoel van lijden geven, de andere ei. En ik merk zelf door dit soort momenten en door het doorzien van maar als dit nou niet persoonlijk is. En hoe meer ik in mijn hoofd zit, wederom die, hoe meer... Zoiets er gewoon niet in gaat, dat het niet persoonlijk zou zijn. Dat, daaraan kan ik zelf soms ook wel checken van, dus daar zit ik nu. Maar nu, ik heb al een hele wandeling gemaakt en de voetjes al een poosje in het water. Fijn dit. Dit soort momenten zijn voor mij echt cruciaal. Echt cruciaal. En ik voel dan ook zo'n open hart voor jou die dit kijkt en voor jou die dit niet kijkt. Het maakt allemaal niet uit. Voor het miertje wat hier om me heen loopt of de ene pootjes die afdrukken die ik net zag. Dus echt zo'n connectie gewoon met alles voelbaar. De natuur hier om me heen. Maar net zo goed een wc-hak wat hier staat voor gemak. Gewoon dat. Zo die stroom, zo'n... Gulle stroom. Heel veel liefst voor jou. Heel veel liefst voor jou.
En heb je zin om meer van mijn video's te kijken of mijn stem te horen? Check dan vooral de YouTube of Facebook. Of eigenlijk maakt het allemaal niet zoveel uit, maar Thea Jorina, dan kun je me wel vinden. En heb je een vraag aan me of heb je het gevoel van, oh Thea, jij kan iets voor mij betekenen? Schroom vooral niet. Daarvoor zijn we mens, we kunnen iets en we mogen vooral iets en soms zelfs heel veel voor elkaar betekenen. En mail me dan naar mail@theajorina.com. Zoek me op een andere manier op. You can find me if you want. Echt onwijs levenskracht.